Bob Adriaanse is een van de twee bouwkundigen die de voorbije drie decennia de ongebruikte Premetro-tunnel is blijven onderhouden. Die tunnel heeft twee kokers, is ruim 3 kilometer lang en is steeds een ruwbouw gebleven, maar niet voor lang meer. Ja, maar nee, we hebben in blunderboek van het Rijk afgestaan. En toen was ik zo blij dat ik leuk kon zeggen van, sorry, dat is nooit een blunder geweest. Enkel palleteken wat die er nodig was. En zo simpel is het. Er zijn destijds ook 8 ondergrondse stations gebouwd, maar de sneltram die hier moet komen zal alleen stoppen aan halte Zegel. Ondanks waterinsijpeling heeft al dit beton de tijd goed doorstaan. Stond u ermee op en ging u ermee slapen met die tunnel? Nee, eigenlijk niet. Maar soms wel om te zeggen, van, ik heb hier een tunnel niet gezien in een maand, ik moet eens gaan zien. Want functioneert die pomp, maar die koker heb ik nog niet gedaan deze maand. Ik heb het eens een keer gehad. Inderdaad, niet geweest. Er stond 3 meter water. Vochtig en steeds 13 graden. Volgens de Antwerpenaren was de tunnel toch niet helemaal nutteloos. Ah, met de champignons. Ah, die waren heel lekker. Ja. Maar lange niet. Er zijn hier nooit champignons gekweekt. Dat kan hier dus trouwens niet. Vanavond werd de tunnel al officieel geopend door prominenten. Morgen en overmorgen worden zo'n 50.000 bezoekers verwacht. En dan is het aftellen naar de eerste tram. De eerste tram door deze tunnel, u zit erop? Dat denk ik niet. Dat is voor het grote publiek, zal ik zeggen. Dat is voor de prominente. Dus, en daar behoor ik nog niet bij. Dus.